Twee boerenschuren dienden als badhokjes voor de 250 zwemsters en zwemmers die ingeschreven hadden voor de jaarlijkse 8 kilometer wedstrijd in de IJssel van Brummen naar Zutphen. En er moest natuurlijk ook hun kleding naartoe. Onder grote belangstelling gingen eerst 80 dames en 10 veteranen te water. Zoals bij 26 vorige keren was die massastart voor het zwempubliek op zichzelf al een gebeurtenis om van de watertanden. Precies 3 minuten later doken de heren de IJssel in. 150 man die allen 2 doelen voor ogen hadden. Het eerste doel was sneller te zijn dan de 149 anderen. Het tweede en voor velen het zwaarste doel was de finish, 8000 meter verder. Voorop ging al spoedig na de start Corrie Schimmel van de zwemvereniging Het Gooi. Ze werd op de hielen gezeten door haar clubgenote Astrid Oerding en het Nijderse meisje Tineke Lagerberg, die zich precies gelijk door het water sloegen. In de menigte die volgde gingen ook 2 heren gelijk naast elkaar op. De Leidenaar Bergman en de Apeldoornse zwemmer De Witte, die al spoedig al hun mannelijke concurrenten van zich afschudden. Het duo Oerding-Lagerberg gaf een mooi zwemnummer weg. De solo van Corrie Schimmel was echter nog mooier en vooral sneller. Corrie, die de dag tevoren ook nog even nieuwe records op de 800 en 1500 meter had gebroken, kwam als eerste in Zutphen aan. Ze deed de 8 kilometer in 1 uur, 13 minuten en 10 seconden. Alleen de zwemmers De Witte en Bergman, die als nummer 1 en 2 bij de heren eindigden, waren nog sneller dan de watervlugge Corrie Schimmel. Niet 1, niet 2, niet 3. En ook niet 4, maar 18 molens draaiden weer in de Alblasserwaard, 10 kilometer ten oosten van Rotterdam. Dat gebeurt elke zaterdagmiddag in het zomerseizoen, speciaal voor de vakantiegangers, die geboeid omhoog kijken naar de 4 oude wijven die elkaar niet kunnen krijgen, maar die geduchte klappen kunnen uitdelen. Deze unieke polder bij Nieuw Lekkerland is met zijn draaiende watermolens een lekker landschap voor de Amerikaanse amateurcineasten die bij tientallen het ballet van de Molenwieken filmen. En die toeristen getuigen ook van respect voor de ouderdom van deze reuzen, die eeuwenlang, jaar in, jaar uit, dag in, dag uit, het overtollige water uit de polders moesten lozen. Die taak werd overgenomen door 2 elektrische gemalen, maar de molens bleven bewaard. En daarmee behield Nederland een bezienswaardigheid die op een zaterdagmiddag in de zomer het bezien dubbel en dwars waard is. Op de anders zo rustige Orionweg in Haarlem-Noord kwam de soort asfaltjeugd in actie die weliswaar laag bij de grond, maar geen vandalenwerk aflevert. 92 jongens en meisjes deden hier namelijk mee aan een van de straattekenwedstrijden die in de grote vakantie georganiseerd worden door de Haarlemse Raad voor de Jeugd. Tientallen kunstliefhebbers omringden de artiesten die anderhalf uur over hun tekeningen mochten doen. Drieke de Maer had binnen het kwartier haar werk in grote lijnen geschetst. Geen der omstanders durfde neer te kijken op het werk van deze kunstenares die op het asfalt een Spaans paar liet dansen. De creativiteit van deze vakantievierende Haarlemmertjes wekte de bewondering van de oudere stadgenoten die na een leven van hard werken van een nog grotere vakantie mogen genieten. Wel een beetje ontroerd volgde dit oude paardje de groei van een meesterwerkje dat de titel Moeder en Kind had. Het was een van de mooiste tekeningen. Een meisje met een Franse naam, Suzanne Piet, tekende met groot gevoel voor finesse een aan haar woonplaats opgedragen miniatuurtje. Het kreeg de 5e prijs van de jury, die bestond uit de heer Van der Weijden, tekenleraar van een lyceum, en de hoofdcommissaris van politie in de Spijnenstad, de heer Fontaine. Volgens hen was de tekening van de 13-jarige Drieke de Maer de allerschoonste. Drieke mocht op de foto toen ze de eerste prijs kreeg. Kleurpotloden voor van de winter. Het regende dat het goot in Amsterdam. Het was wat je noemt echt hondenweer toen ze de straat op moesten. Hij en de tientallen andere viervoeters die een speciale filmvoorstelling bijwoonden als gasten van de directie van het Rijkstheater. Een vakkundige kassière overhandigde hun in plaats van entreekaartjes stukjes worst die al voor de controle verdwenen waren. Na een kort welkomstwoord, uitgesproken door een klein keffertje, mochten ze in gezelschap van hun 2-voetige introducees hun plaats in de zaal gaan innemen. Op het witte doek zagen ze even later de première van een film waarin een hond, die per raket de ruimte wordt ingeschoten, de hoofdrol speelt. Alleen vloeibaar eten. Wat hadden ze in meelij met die arme wolf? Thank you.
Rustig, Vicky. Nu moet je rustig zijn. Na al dat geblaf in de ruimte keerde Wolf terug uit het heelal en zijn bewonderaars uit de bioscoop. Was me dat een film?